Hey, mijn naam is Halil Ibrahim Karaslan en op 2 maart aanstaande ben ik de moderator voor het debat bij de Politieke Arena voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Dit debat is misschien iets anders dan de debatten die je de komende periode zult zien, want dit debat is specifiek gericht op jongeren, dus hopelijk gericht op jou. We weten namelijk uit onderzoek dat jongeren zich over het algemeen niet super betrokken voelen bij de politiek. Ze hebben het idee dat de politiek wel over hen praat, maar niet met hen. We weten ook uit de cijfers dat veel jongeren niet stemmen. Wellicht ben je daar één van. Wellicht is dit de eerste keer dat je mag stemmen. Hoe dan ook, we hopen dat op 2 maart je in ieder geval wilt kijken en wellicht ook geïnspireerd raakt om te gaan stemmen, als je niet al van plan was om te gaan stemmen. En met name ook om te komen luisteren wat de verschillende partijen jou als jongeren te bieden hebben, want de thema's zullen vooral ook gericht zijn op jongeren. Dus ben je benieuwd? Ben je aan het twijfelen? Misschien tussen verschillende partijen of überhaupt om te gaan stemmen, kom dan kijken. Aanstaande 2 maart bij de Politieke Arena. Meer info volgt onder dit bericht of op de Instagram-pagina's en andere social media kanalen van de Politieke Arena. En hopelijk tot 2 maart.